Oké, ik heb deze Ishima Mohawk op de tafel staan. Dat is een 1 op 12 off-road. Ja, stadium truck zou ik bijna willen zeggen. Hij is te klein voor een monster truck. Hij is helemaal compleet. De zender zit erbij. Alles werkt. Er zitten twee cellen lithium-ion accu bij. Er is alleen een klein probleem met die truck. En dat is dat de achterdifferentieel doorslaat. Dus hij verliest zijn aandrijving op de achterwielen zo nu en dan. Wat ik wil gaan doen is dat diff demonteren en eens even kijken of ik dat op kan knappen. Want dan hebben we een werkende auto. Het is een beetje zonde om het ding zomaar weg te gooien, vind ik. Dus dat is eigenlijk de taak van vandaag. Dit openslopen. Dus even kijken waar we gaan beginnen. Ik denk hier die brace loshalen. En dan eens kijken wat we nog meer nodig hebben. Zo, één grote gok. Ik heb nog nooit zo'n auto uit elkaar gehaald. Dus ik ben benieuwd. Dit draadje zit een beetje lastig en dat zit vast aan de regelaar. Even kijken. Ik denk dat dat de kwestie is van deze twee eruit schroeven. En dan komt de aan-uitschakelaar eraf. Ja, precies. Gelukkig. Dat valt mee. Kijk, dan kan die er tussenuit. Loopt dat geen gevaar meer. Nou, zit nog aardig vast dat ding. Geen idee waar die nou nog aan vast zit. Die zijn het niet. Is dat deze dan? Nee, ook niet. Maar zie, het zit al los. Alleen waarom komt het er niet vanaf? Het hele blok eruit halen. Waarschijnlijk is dit het.
ook niet. Het is niet echt gebruiks- of onderhoudsvriendelijk, deze auto. Is mijn conclusie. Als je echt alles moet demonteren om de achterkant eraf te krijgen. Mooi die zij ook zeker eraf halen. Jongen, jongen, allemaal echt helemaal uit elkaar geschroefd. Daarachter zit natuurlijk het spur. En dan kan je er ook niet bij anders. Zo, hè. Daar komt hij dan. Dat is de achterkant. De draagarmpennen eruit. Dan krijg ik ruimte tot de diff. Zo, kijk, gaat dit even aan de kant, want hier gaat het om. Dit diff is niet lekker. Nou doet hij het wel. Ja, zie je, nou slaat hij door. Ik denk dat hij gewoon helemaal versleten is en dat daar een... paar shims in moeten om de ruimte op te vullen, zodat die weer grip heeft op de andere tandwielen. Dan komen we zo wel achter hoe dat eruit ziet van binnen. Kan ik daar zo bij? Ja. Nog wel. Zo. Nog meer schroefjes. Dus het is een goedkope auto, maar ze hebben niet bezuinigd op schroefjes. Zo, daar is het diff. Even kijken, dat ziet eruit als een kleine imbus. Die dol ziet er wel naar uit. Nou, dan doen we het maar anders. Dan schroeven we hem open met de diff cups er nog aan. Gelukkig gaat dat net langs het lager. Zo. Oké. Ik weet niet of je het zien kan, maar daar zit heel veel speling op de as.
Echt heel veel. Deze vier tandwieltjes zitten er nog in. Kan de staat van die andere kan ik niet zien. Maar je ziet al wel dat daar heel veel speling op zit. Ja, dus daar mogen zeker wat shims tussen. Nou, dan wordt de volgende opdracht voor mij wordt dan op zoek gaan naar passende shims. En eens even kijken hoe ik dit eraf krijg. Ja. En hij stinkt. Dat oude vet stinkt. Ja. Nou. Op zoek naar shims. Door het schoonmaken van de onderdelen heb ik gevonden dat er dus een kruiskopje aan de binnenkant zit. En niet aan de kant van de diff cup. Zo. Even kijken hoor. De shimmy zit erin. Diff cup erop. Schroefje erin. Even kijken of dat wel goed gaat. Voordat we het forceren. Ja, Sia moest nog een motivatietje verder hebben. Zo. Ho, hier blijven. Handig, die draaiende delen. Zo. Dat zit lekker. Dan heb ik hier de vier kleine tandwieltjes uit het midden van het diff met hun bevestiging. En die tandwieltjes zijn van plastic en ook niet de allerbeste meer. Dus dat verklaart ook het doorslaan. Sommige zijn echt helemaal afgerond. Maar goed, ik zal het ermee moeten doen, want Ishima levert namelijk helemaal geen onderdelen meer. Dus nabestellen is er niet bij. Dus roeien met de riemen die we hebben. Dus deze vier gaan weer op dat kruisonderdeel. Ik weet niet hoe het heet. Zo. En dan weer in het diff. Dat is wel makkelijk. Lekker makkelijk. Zo. Oh, verkeerd om. Over lekker makkelijk gesproken en het vervolgens fout doen. Jongen, jongen, jongen. Zo. Nou, dit zit waarschijnlijk wat beter. Oh ja, nou vallen ze een stuk dieper. Ja. Yeah. Even de gaten uitlijnen. Voor de schroefjes. Zo. Ik voel al dat het lekker strak zit. Maar dat geeft niet, want in principe mag dat diff ook gelokt worden. Dat is minder erg dan dat hij doorslipt. Als het een spare diff wordt, alleen maar beter voor in het terrein. En aangezien die middelste tandwielen al helemaal versleten zijn, is het misschien maar beter als die eigenlijk een beetje blokkeert. Want echt een langdurige werking zou het anders toch niet hebben. Zo. Zit dat een beetje recht? Oké, het zit inderdaad redelijk strak, maar dat geeft niet. Dan hebben we in ieder geval overbrenging. Op dit eigenlijk versleten diff. Ik heb er nu ook geen vet in gedaan. Dat heeft toch eigenlijk niet zoveel zin. Even kijken voor de rijrichting.
Yep, daar gaan we dogbones. Even de voorkant erbij pakken. Ja, dit is de rijrichting. Oké. Nou, dan gaat het div weer in elkaar. Divhuis bedoel ik. Zo. Schroef, schroef, schroef. Dat zijn die. Dan zat deze aan deze kant met de korte schroeven. Nou twijfel ik even of die zo moet of andersom. Past die andersom? Ja, andersom past die ook. Even de beelden terugkijken. Ja, oké, ze moeten dus omlaag. Even kijken hoor. Zo. En dan de korte schroeven aan de kant van de spurgear. Dat zijn deze. Die zijn alleen voor het erop houden van die beugel. En de achterste twee, die houden de divhelften bij elkaar, divhuishelften bij elkaar. Zo. En dan deze. En dan die trekken het hele boeltje bij elkaar. Kijk, daar gaat het al. Netjes. Zo, dit rijdt, dus dat is mooi en nog in de goede rijrichting ook, dus dat is fijn, dat is goed. Even kijken, dit is de cover van het spur naar de motor toe, dus die kan er ook achteraf op. Dan zet ik eerst de draagarmen er weer in. Even kijken, dokboontjes. Zo, dat is die. Soms zou het handig zijn als een mens drie handen had in plaats van twee. Maar ja, het is niet anders. Zo. Dat is één. Tuurlijk. Tuurlijk. Wat is er leuker dan hetzelfde werk twee keer doen? Zo. Nou jongens. Ik denk dat het beugeltje een beetje krom is. En het daarom niet, precies niet ertussen past. Zo. Zo. Die zit ook. Netjes, goede krachtige overbrenging voel ik ook al met de hand. Dus dat is mooi. Dokboon er weer in. Derde keer. Zo. Dan gaan we de bol hier weer in elkaar zetten. Eerst even die dokboon voorin mikken. Zo. En dan de achterkant. Die daarop. Die ga ik gelijk even fixeren met de schroeven van de onderkant.
Dat zijn deze. Zo. Ik wou zeggen, ik had er toch 4 geteld. Zo, dat is die. Kijk, het rolt nog steeds. Wat wil je nog meer? Dan moet deze beugel eroverheen. Zo te zien. Zat in combinatie met de motor in één keer. Anders krijg ik het er nooit meer tussen gevogeld. Dus deze. En die zo erin. Hoppakee. Hatse flats. Het heeft niet echt veel houvast zo. Even kijken of dat qua uitleiding wel klopt. Daar zo. Ik wil zeggen, het zit niet echt overtuigend vast. Nou zit niks bij deze auto nog overtuigend vast, maar goed. Zo. Ja, ik hoor dat de motor mee getrokken wordt. Dus dat is in ieder geval iets. Goed zo. Even kijken hoor. Deze en deze. Zo. Dan zit die kant ook weer vast. Hopsakee. En dan hadden we hierachter die enkele verzonken. Dat is deze. Zo. Dan 2 bollen. Bollenkopjes. Die gaan daarin. Zo. Hupsakee. En dan daar nog 2 bollenkopjes in. Zo. En dan even kijken hoor, hoe dat ook alweer zat. Die 2 langes die kwamen hier achteruit. Oh nee, toch niet. Huh, waar zaten die ook weer? Die zaten bovenin volgens mij. Die zaten hierin. En dan zaten deze achterin.
Zo. En dan gaan die lange, die gaan hier bovenin. Zo ja. Hatsuke. Zo, dat is dat. Dan heb ik nog twee. Die moeten hierin. Zo. 1. En dat is 2. En dan die 4 aan de zijkant nog. Deze. Nou, het is schroef maar raak voor een knaak. Deze auto. Jonge jonge. Ja, ik zit een beetje om een bochtje te werken vanwege dat wiel. Het zou natuurlijk makkelijker zijn om dat wiel eraf te halen, maar daar heb ik dan weer net even geen zin in. Even kijken, deze twee. Want dat zijn met de verzonken kopjes. Zo. Gelukkig draait het in plastic. Dat is wat vergevender dan aluminium. Aluminium trek je gelijk het schroefdraadstuk. Hier wil het wel een beetje meewerken. Even kijken, deze is nog van de motorsteun. Toch klopt het allemaal niet helemaal met die schroeven, want ik zie sowieso al vanaf het begin verschillende maten door elkaar lopen. Zo, dat is dat. En dan hebben we nog twee schroefjes over. En dat is van de aanuitschakelaar. Even kijken. Die liep hier tussendoor. En dan zat die zo. Oh ja, en die moeten ook die pinnen erin houden. Even kijken zo. Zo. En dan tot slot deze. Hupsakee. Nou. Zullen we hier maar een nieuw tapeje opzetten? De regelaar rammelt. Nou, heb ik niet overal verstand van, maar dat lijkt me niet helemaal goed. Ja, zolang die toet, doet dit. Dat vraagt om een andere aanpak. Even iets om mee te krabben. Zo, dat is dat. Dan heb ik hier een fijne rol dubbelzijdige tape. En dan knip ik twee stukjes vanaf. Hupsakee. Op de onderzijde van de regelaar.
Zo. Hupsakee. Aanduwen en vast. Netjes. Nou, dat is dat. Dan hebben we hier het batterijvak. En daar past die hele aparte lithium-ion accu in. Even kijken. Zo'n 1500 mAh. Dat is de stekker. Dat is de balanceerstekker voor het laden. Het is niet een alledaags accupack, maar goed. Mag de pret niet drukken. Zo. Pas net. Zo. Zender aan. Hebben we stroom? Ja. Goed zo. Stekker erin. Aanzetten. Daar. Tjiep. We hebben stuur. En we hebben rijden. Ja, nou, ik noem dat succes. We hebben gewoon weer een rijdende auto. Ja, wie weet kan je daar nog iemand blij mee maken. Nou, even kijken. Waar had ik de body ook weer gelaten? Hier zo. Nou, is toch een knap karretje.